Dit stuk is eigenlijk gemaakt als tweestemmige inventie. Zoals je dat normaal ook doet, speel je die met twee handen. En dan is er een cantus firmus in het pedaal aan toegevoegd, waardoor dus een trio ontstaat. De vraag die dan rijst voor de speler is, hoe ga ik dat trio registreren? En het is aardig dat er een voorbeeld is uit de Bach-tijd. Bachs collega Kaufmann, die in Merseburg werkte, die schreef in de 30er jaren van de 18e eeuw een aantal koraalbewerkingen, de harmonische Seelenlust. En daarbij schreef hij registraties. En op dit orgel uit de 30er jaren van de 18e eeuw is het de moeite waard om te proberen of je die registraties kunt gebruiken. Wat Kaufmann voorstelt is dat je je linkerhand een octaaf lager speelt met een register dat een octaaf hoger klinkt. Dat is een veel prettiger zit achter het orgel. Ik zal dat voordoen. Als je bijvoorbeeld twee achtvoetsregisters neemt op beide klavieren, dan gebeurt er dit. Als ik nu voor de linkerhand een viervoetsregister neem in plaats van een achtvoetsregister, dan speel ik die linkerhand een octaaf lager. Dan is mijn lichaam beter in balans als ik zit te spelen. En het zou ook nog wel eens zo kunnen zijn dat Bach eraan dacht, als je het thuis oefende op een eenklaviersinstrument, dat het ook paste. Die mogelijkheid die eigenlijk voor de hand ligt, historisch, die gaat niet lukken bij dit stuk. Als je naar het klavier kijkt, dan zie je dat in het onderste octaaf er geen cis is. Die lage cis die was nooit nodig in de oude muziek. En het waren wel hele grote pijpen die je ervoor moest maken. Dus orgelbouwers dachten, die slaan we maar over, dan is het orgel ook een stuk betaalbaarder. Als ik nu het Kaufmann-model zou volgen, dan wordt een passage die zo geschreven is, een octaaf lager zo, en dan loopt de weg dood, want dan heb ik de lage cis nodig die er niet is. Dat betekent dat de viervoet weer verdwijnt uit de linkerhand en de achtvoet ervoor in de plaats komt. Dan is dit het idee. En de gewraakte maat, die loopt dan zo. Die geeft dan geen problemen, omdat die cis gewoon ligt waar die liggen moet. Maar dan is er nog een wens onvervuld, want de extraverte vreugde van Kerst, die breng je niet tot uiting met twee achtvoetsregisters. Dus uiteindelijk kies ik voor een hele andere combinatie van registers, maar wel gespeeld met beide handen op de toonhoogte die genoteerd is door Bach.